Hoi en welkom bij onze vierde vlog. Wij willen jullie graag aan iemand voorstellen, onze zoon. Hallo, ik heet Justin en ik ben 12 jaar. Vandaag nemen we jullie mee naar een gletsjer en die heet de Briksdalsbreen. Dat is de zijarm van de grootste gletsjer van Europa op het vasteland en dat is de Jostalbreen. Achter mij zien jullie een waterval met smeltwater van de berg, van de gletsjer. Hij stroomt nu niet zo heel hard zoals jullie kunnen zien, maar hij kan tot 10.000 liter per seconde stromen. We zijn hier 4 jaar geleden geweest, toen stroomde hij ontzettend hard dat je er eigenlijk niet eens normaal voorbij kon lopen zonder een regenjas uit te doen en met een paraplu te schuilen. Maar zoals jullie nu kunnen zien, kunnen wij gewoon rustig aan de voer langs lopen. We zijn nu bij de Jettegrutte. Dat betekent trol of reuzenpan. Dit is een natuurverschijnsel wat meer dan 1000 jaar de tijd heeft gehad om zo te worden zoals het nu is. Het is allemaal kleine steentjes wat zich opvult hier ook. En door de hoge druk van het smeltwater wordt dit stuk rots gepolijst. En helemaal glad gemaakt door alle kleine steentjes die daar dan in rondgaan. Zoals jullie kunnen zien is het helemaal gepolijst. Ontzettend mooi glad. Geweest. Deze heeft plaatsgevonden tussen de 16e en de vroege 19e eeuw. In het midden van de 17e eeuw was deze gletsjer, de Briksdalsbreen, op zijn grootst. Nou, zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien, begint het steeds harder en harder te sneeuwen. Het is een klein beetje jammer. Ik betwijfel of we de gletsjer kunnen gaan zien, maar nou, we lopen erheen en we gaan meemaken. Maar zoals jullie kunnen zien, het is even goed, nog steeds prachtig. We gaan even lekker warm chocolademelk drinken bij de huisjes daar. Het is gewoon lekker Noors winterweer. Al is het lente nou, hè? Maar goed. Zullen we even wat drinken? Ja, zullen we wat drinken? Ja? Er staan hier wat traditioneel gebouwde Noorse huisjes. Waar we even lekker ook op een bankje kunnen zitten. Gaan we even lekker warme chocolademelk drinken. En een lekker koekje erbij. Lefse mee. Dat is een kaneelbrood. Dat is een Noors broodje. Besmeerd met kaneel en suiker, waardoor je
4 jaar geleden zaten papa en mama op dezelfde plek. Het is een hele mooie route om te lopen dit. En de leukste dingetjes altijd is dat je onder rotsen loopt. En weggetje hier, weggetje daar. Het is prachtig mooi. Oh. En ik heb ook hele sterke kinderen. Moet je toch eens kijken, die tillen die hele rots op. Ongelooflijk. Wat zeggen jullie dan? We zijn de sterkste kinderen op aarde. Ja, je ruikt het sterkste, ja. Dan lopen we er nou zo doorheen. Ja, dat is gewoon onwijs mooi dit, jongens. Is prachtig mooi. Ik kan misschien wel een klein stukje vasthouden nog. Nu wel al goed zicht op de gletsjer. De stenen zijn overigens spek en spek glad, dus ik moet even opletten nou. Je ziet er allemaal meertjes riviertjes stromen. Het is echt gewoon idealistisch. Komen we nu aan bij het meer. Meer onder de gletsjer. Dat we hier een aantal jaar geleden waren, kon je echt een hele mooie blauw-groene kleur zien van het water. Dat is echt super, super gaaf. Helaas gaan we dat nu niet zien. Maar desalniettemin is het gewoon onwijs intimiderend hier. Ook tussen al die grote bergen en ongelooflijk mooi. Ik heb met de kinderen afgesproken dat we pas naar huis gaan als alle steentjes die hier liggen in het water zijn. Dat is toch prachtig mooi dit, jongens. We zijn aangekomen bij de Brikstalbreen, de gletsjer. Het weer dat klaart nu redelijk op. We kunnen hem goed zien. Het is ontzettend mooi blauw ijs. De Brikstalbreen, dat is een zijarm van de Josterdalbreen. En de Josterdalbreen, dat is de grootste gletsjer op aarde of op het land. In Europa. Waarschijnlijk is deze gletsjer 500 jaar voor Christus ontstaan. Een gletsjer ontstaat door sneeuwmassa wat op het land komt, wat dan verandert in ijs. En sommige gedeeltes kunnen wel 500 meter zijn. Ontzettend gaaf om te zien. Helaas smelt de gletsjer ook. In het midden van de 17e eeuw was de gletsjer dus het grootst en kwam hij helemaal uit tot op het meer. Dus zoals jullie kunnen zien is dat al een behoorlijk stuk wat er weggesmolten is, helaas. Helaas zijn er dingen in de natuur niet oneindig. Ik loop nou zo dicht mogelijk naar de gletsjer toe. Er is een behoorlijk gevaar voor steenraas, dus voor een steenlawine hier zo.
Kun je over op de grond kun je zien wat de stenen liggen. Er staan ook allemaal bordjes met een hek. Weet je, daar houden we ons gewoon aan. Want het is geen spelletje natuurlijk. Dus dichterbij dan dit kan ik niet. Dus ik zal het jullie nog één keer laten zien. Het is natuurlijk prachtig mooi. Ik was net wel even afgeleid, want rechts achter me hoorde ik een hoop kabaal. Ik weet niet of jullie dat ook konden horen. Dus ik was even bang dat er wat naar beneden kwam. Maar kijk eens hoe gaaf dit, jongens. Prachtig mooi zo. Kijk hoe hoog het hier is. Het is een klein beetje opgeklaard, dus dat is prachtig. Wat zijn jullie aan het doen nou? Oh, dat is leuk. Noorwegen staat vol van zulke torentjes en rotsgebieden, zoals deze. Andere plekken, ze staan er echt vol van. De exacte reden weet ik niet echt. We hebben wel eens wat gelezen erover, dat het een soort wegwijzing is voor de hikers. Dus die maken zo'n toren, zodat ze weten dat ze er geweest zijn. Of dat waar is, weet ik niet. Misschien als iemand daar wat over kan vertellen, zet het in de reactie onder het filmpje graag. We zijn er wel benieuwd naar. Zoals jullie kunnen zien begint het nu weer met sneeuwen. Een beetje hagel, het wordt koud. Maar we hebben de gletsjer gezien. En nu gaan we lekker terug naar de auto. Even lekker opwarmen. En de gletsjer was super mooi. Hij was heel mooi blauw. Zoals ik vertelde toen we bij de gletsjer waren, is de gletsjer veel groter geweest. En hier kunnen jullie zien, in 1872 kwam de gletsjer ver, maar dan ook ver in het meer uit. Van onze tour. Mocht jullie het leuk vinden om vaker wat van ons te zien, dan kan je je abonneren op ons kanaal. Geef een duimpje op en bedankt voor het kijken. Hadde! Net als wij zaten wij. Nee. Dat klopt toch niet? Bij je bek. Roepen! Net als wij zitten de kindjes ook op deze rots. Nee, hè?
4 jaar geleden zaten onze kinderen op dezelfde plek. Zoals ze nu doen. Ja? Ja. Ik weet het niet. Ja, maar ik heb mijn praatmuts niet op. Ik snap er niks van. 4 jaar geleden hebben onze kinderen ook op deze rots gezeten. En nu, in 2021, zitten ze weer op dezelfde plek.